Ja, dank u wel, voorzitter. De financiële situatie, financiële crisis, dat voorgesteld is door de regering, de president, heeft reden gehad en heeft consequenties. Laat me zeggen dat bij het aantreden wij de opdracht hadden gehad om gelijk de situatie in kaart te brengen. Dat is logisch. Als je overneemt bij een bedrijf, dat je even voor jezelf nagaat wat de situatie is op je ministerie. En het eerste wat opvalt bij het ministerie van Openbaar Werken, voorzitter en leden, is een beetje verwaarloosde infrastructuur en faciliteiten. Maar ik ga u eerlijk zeggen, administratief en monitoring van projecten zeer goed en efficiënt georganiseerd. We hebben veel gehoord over dit ministerie van Openbaar Werken. En dat is de reden waarom ik gelijk ben gestart met een moderne vorm van transparantie, communicatie met iedereen. Staf, personeel, communiceert met elkaar. Het volk krijgt meer informatie en gaat meer krijgen. En de simpele reden is, wij willen hebben als regering, zeker ik als minister, dat het volk weet wat er met zijn belastingsgeld gebeurt. En die communicatie gaan we uitbreiden binnenkort. We brengen alles in kaart tot de RR's, de DC's, de media, het volk, etc. Voorzitter, de eerste dagen op het ministerie van Openbare Werken heb ik bezoeken afgelegd bij de verschillende afdelingen en instanties. En wat zie je? Verwaarloosde situatie, vooral materieel, maar ook bangheid, voorzitter. Klachten en klachten over mensen die thuisgezet zijn, oneerlijkheid bij projecten, klachten over controlewerk. Voorzitter, dat is wat ik moet aanhoren. Infrastructuur, landelijk grote achterstand. En ik was één deze dag in Apinti, binnen een paar uurtjes 1000 apps. Klachten in een paar uur alleen. Ik heb gisteren gelijk de klachtenunit versterkt. En we gaan het verder versterken. Er komen te veel klachten, achterstanden over infrastructuur. Op dit moment gaan we het versterken, zodat wij de vele klachten die de mensen hebben in de resorten, op het gebied van wegen, ontwatering, gras, overtollig gras, etc. kunnen gaan verhelpen. Voorzitter, ik heb ook de hearings gestart met stakeholders, vakbonden, OER zelf, de mensen die werken binnen het ministerie, met het volk. En de conclusie, voorzitter, men heeft dit jaren gemist. Ja, de komende drie weken, afgelopen drie weken en komende, ontvang ik meer dan 50 tot 100 verschillende categorieën mensen. De communicatie, voorzitter, is voor ons verschrikkelijk belangrijk als regering. Voorzitter, dan de kwestie van de auto's. Ik kom er niet onderuit. Iedereen heeft het aan de orde gesteld. U weet, het is een taakstelling van het ministerie van Openbare Werken. Onder andere gebouwen en materieel, auto's, machines, etc. Voorzitter, laat me u gewoon duidelijk zeggen, alles wordt transparant gemaakt. Wij gaan die lijsten op de website zetten. Dan is dat ding voor eens en altijd afgelopen. Het volk gaat zelf controleren. En dan gaat mijn naam als eerste zien. Auto bij meneer Noor Mohammed, die opdracht heb ik gegeven. Alles wordt transparant gemaakt voor iedereen. Ieder burger mag zien wat er met zijn belastingsgeld gebeurt. Ik kan kort over zijn. Er is veel kerstfeest gevierd met auto's. Heel veel. De lijsten, het is mijn taak als minister. Die lijsten maak ik, een heel lange lijst. Het gaat naar de regering, het komt ook naar het parlement. Er is misbruik gemaakt. Dat is de hoofdconclusie. Dan de kwestie van personeel. Het is al gezegd, ook mijn ministerie. Elke dag komen er mensen met aanmelding. En ik kan me nog zo goed herinneren, ik ging naar Openbaar Groen. Iemand kwam bedelend met de missieven. Bibberend. Kan ik een werk krijgen? Anderen weten niet eens waar het ministerie van Openbare Werken is. Is gewoon triest, voorzitter. Voorzitter, dit is een vorm van misbruik van mensen. En we kennen het fenomeen drugsmokkel, mensensmokkel, maar dit is gewoon een vorm van misbruik. Die mensenrechten zijn geschaad. Voorzitter, er is veel gesproken over oliebonnen. Vermoedelijk is er ook veel misbruik gemaakt daarvan. Maar ook dit gaat transparant worden. U gaat die lijst zien. Het gaat transparant zijn wie krijgt wat, hoeveel olie, waarvoor. Wij gaan voor transparantie. Dat is de belangrijkste conclusie. Niets hoeft meer geheim te zijn. Mensen die illegaal krijgen, gaan eruit vallen. Voorzitter, die benzine die men gebruikt heeft, misbruik heeft, ik ga dat niet terug kunnen brengen.
Maar wat ik wel ga kunnen brengen zijn de namen die verantwoordelijk zijn voor ons belastingsgeld, die misbruik hebben gemaakt. En ik wacht op die anticorruptiewet. Want u weet dat hiervoor 4 jaar gevangenisstraf staat voor dit soort eenvoudige zaken. En ik heb die bonnen, maar ik heb die PowerPoint niet, anders kunt u dat zien. Voorzitter, de situatie op het ministerie is erger. Dit heeft allemaal te maken met de financiële crisis waarin we zijn. Kringkondreactie. We hebben dat gekend. Ik heb ook campagne gevoerd, het is geen geheim. We zijn DNA-leden geweest. Resort Welgelegen, een willekeurig resort. Een flyer in paars, 29 februari 2020. Kringkondre helemaal paars. En weet u waar die bon gaat, voorzitter? Het ministerie van Openbare Werken. Declaratie. 29 februari. Voorzitter, de namen zijn er. Ik ga de commissie van de regering vragen. Ze krijgen al het materiaal. Maar ook hierop staat 4 jaar gevangenisstraf. We kennen die anticorruptiewet. Niet voor niemand al is het gemaakt, voorzitter. Openbare aanbestedingen. De volgende dag toen ik geïnstalleerd was, raakte ik mee geconfronteerd. Contracten die verlengd werden. U weet, we hebben hier vaker gevraagd naar openbare aanbestedingen. Alles ging onderhands of via contracten, et cetera. Voorzitter, deze regering, deze minister gaat voor transparantie. Goed bestuur, gelijke kansen, rechtvaardigheid, tevredenheid. Binnen een week hebben we openbare aanbesteding georganiseerd. Contract omgezet in openbare aanbesteding. U hebt het gisteren of vandaag gelezen in de krant. En vrijdag ben ik er bij de eerste die georganiseerd wordt op het ministerie. Waarom kan deze regering het wel doen, voorzitter? Dat is de vraag die ik stel. Voorzitter, mijn dank inderdaad aan de directoraten, de veldwerkers, personeel, die inderdaad, ik ga u eerlijk zeggen, de honderden klachten die binnenkomen, het ministerie doet zijn best, wegen snel aan te pakken, gaten in de weg aan te pakken, et cetera. En weet je wat het verschil is, voorzitter? Wat doet het zonder paarse flyer? Dat is het verschil. Zonder flyer. Het is het belastingsgeld van iedereen hier, van het volk. Laat me u dan wat vertellen over het personeel. Ook dit ministerie is niet bespaard gebleven. Afgelopen jaar, om concreet te zijn, heel opvallend, december 2019 tot 2020, ongeveer 1300 mensen in dienst genomen. De kosten die daarmee gepaard gaan, er zijn nog ongeveer 500 beschikkingen die verwerkt moeten worden of missives. Kost ons 31 miljoen, minimaal. Plus nog meer voorzieningen. Toch? En voorzitter, als ik ook een missieve had gehad van diezelfde regering, toch? Alsjeblieft, het kost 30 miljoen. Dan zou ik zeggen, oké, ik heb er begrip voor. Maar dit is een vorm van oplichting. Ik heb geen andere woorden hiervoor, voorzitter. Voorzitter, projecten. Je weet, het ministerie van Openbare Werken voert veel projecten uit. We hebben ongeveer 100 projecten in uitvoering. 300 die lopen. En declaraties 900. Mensen die vanaf 2013 niet uitbetaald zijn tot heden. Een deel is uitbetaald, toch? Maar vanaf 2013 zijn de schulden tot heden 350 miljoen SRD, 20 miljoen US dollar, 30 miljoen euro. Maar voorzitter, we gaan het oplossen. Toch? Al moeten we een viermansweg verkopen, we gaan die aannemers, die schulden, de leveranciers die schulden hebben bij de staat, gaan we betalen. Zolang het rechtvaardig is. Toch? Maar wat we niet gaan doen, zijn corrupte bonnen. Dat gaan wij niet betalen. Dat mag de boodschap zijn. En dan mogen ze, dat soort mensen, moeten zich maar aanmelden bij de berm. Maar niet bij het ministerie van Openbare Werken. Voorzitter, de conclusie. We gaan die mogelijke corruptiegevallen met auto's, machines, mensen, projecten, contracten, leveringen, gaan we professioneel laten onderzoeken door een team van de regering. Toch, wij verzamelen de data, de jongeren die hebben gewerkt, de aannemers die hebben gewerkt, de ingenieurs, de mensen die werk zoeken, zijn niet de schuldigen, het zijn die politici. Toch, en daarom wacht ik op die anticorruptiewet. We gaan terug naar onze core business als openbare werken, dat is projecten efficiënt, rechtvaardig, eerlijk, transparant uitvoeren. Dat is wat de kleine aannemer en de grote aannemer mag verwachten van deze minister, van deze regering. Wat we niet gaan accepteren is dat een
bakker in één dag een ingenieur wordt of een aannemer. Dat gaat ophouden te bestaan. Er komen strengere regels voor uitvoeren van werken en er komt wetgeving. Voorzitter, ik ga afsluiten. Die quickscan heeft veel naar boven gebracht. En het resultaat gaat gepresenteerd worden aan het ministerie van Openbare Werken, de staf, etc. En ik weet dat het personeel luistert, de staf luistert. Ik weet dat het volk luistert. Ja, de periode van onderdrukking is voorbij. Die periode van discriminatie is voorbij. Haat, corruptie is voorbij. Dat zijn de gevoelens afgelopen dagen wanneer ik loop. Wel, ik mag iedereen geruststellen, het is voorbij. En ik vraag de burgers geduld. 1000 apps per in een paar uurtjes voor de vele problemen in infrastructuur. We gaan het oplossen. Ik vraag iedereen, de burgers, vooral geduld. Toch? OE komt langs. Ik ga niets opnoemen, de mensen weten het zelf. Ze bedanken het ministerie zelf met de FAH. We zijn blij dat jullie langs zijn gekomen. Ja? We komen en we gaan iedereen helpen. En als het ministerie niet dit jaar kan komen, dan kom ik zelf langs. Maar volgend jaar komt het ministerie 100% langs. Ik vraag iedereen geduld, voorzitter. Nogmaals, de policy van mij als minister is dat alles transparant wordt. En ik ga u eerlijk zeggen voor het heel volk. De website richt ik in op dit moment. De documenten komen online voor het volk. Alsjeblieft, hartelijk.